We got our Pokédex! Onze Pokéballs, jongens, de Nuzlocke is officieel geopend. Farewell, son! Here we go! Jongens, laat me nou even met rust. Als we dit bosje doorkomen... Eerst Pokémon, dit wordt hem. Nee! Hey kijkers van Kicks Games, zullen jullie kijken naar deze gloednieuwe serie. Ik had weer zin om Pokémon te spelen en dat gaan we dus ook doen. En vandaag gaan wij Alpha Sapphire spelen. En dat is een game die we wel al eerder hebben gedaan. Een keer in een soort randomized Nuzlocke serie, samen met Peter. Een randomized race ofzo. Dit keer gaan wij een Nuzlocke serie doen. Nuzlocke betekent dat wanneer een Pokémon sterft in de game, dat hij dood is. En als al je Pokémon sterven... dan heb je verloren. Dan heb je de game niet uitgespeeld. Wat wij gaan proberen is om de game uit te spelen... met een Pokémon aan het einde die nog over is. Er is nog een extra regel. Ieder grasveldje die je ingaat, een nieuwe route... mag je enkel de eerste Pokémon vangen die je ziet. Als dat een slechte Pokémon is, dan ben je de lul. Als het een goede Pokémon is, heb je geluk. Ik ben heel benieuwd wat ons team wordt en hoe ver we gaan komen in de game. Of dat we misschien zelfs kunnen gaan uitspelen. Peter en ik hebben eerder een randomized race Nuzlocke gedaan... waarbij we tot aan de Pokémon League kwamen. En verder zijn we nooit gekomen. We hebben nog nooit een Nuzlocke uitgespeeld. Hopelijk is vandaag die dag. Leuk dat je erbij bent, leuk dat je kijkt. En veel plezier. Wat voelt het goed om terug te zijn in de wereld van Pokémon? We zijn hier bij Professor Birch, degene die ons onze eerste Pokémon gaat geven. En we moeten zo meteen trouwens gaan dobbelen. Ik heb trouwens geen dobbelsteen hier, dus die ga ik zo meteen nog even fixen. Want het is ook zo dat ik niet mijn eigen starter Pokémon mag kiezen. Ik mag enkel een starter Pokémon kiezen die gedobbeld wordt. 1 tot en met 2. 1 of 2 is de eerste. 3 en 4 is de tweede. 5 en 6 is de derde Pokémon die we tegenkomen. You're that, Kevin. Jazeker. Wij gaan naar Little Root. Dat is een dorp hier vlakbij. En daar gaan wij wonen. En dat wordt één groot feest, dames en heren. Dit wordt een feestje. Are you ready? Ik hoop het zo. Ik hoop dat we er klaar voor zijn. Ik hoop jullie ook. Want ik heb er heel erg veel zin in om weer Pokémon te gaan spelen. Zeker weten. Die deuren gaan enorm langzaam open. Maar here we go. We zijn in ons dorpje. Waarom ik trouwens deze game speel en niet Pokémon Sun and Moon of Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon. Ik weet niet. Die games pakten mij niet zo. En ik denk, dit is gewoon weer even lekker om in die game te komen. En want eind dit jaar, november, oktober, komt er weer een Pokémon game uit die ongeveer te combineren is met Pokémon Go. En die zal zich afspelen in de Kanto region. En ik kijk daar zo naar uit om die game te gaan spelen. Dat is niet normaal. De tijd is gezet. Oké, geen idee hoe laat, maar is goed. Heb ik iets gedaan? Of heb ik het totaal gemist? Ik heb geen idee. Er lag iets op mijn desk, zei mijn moeder. Een notebook, superleuk. Oké, iets met een X-button. Ja, dan kunnen we inderdaad in ons menu, superleuk. Dit ding wil ik op mijn kamer in het echt hier. Een grote Snorlax zitzak, maar helaas, die hebben we niet. We gaan naar beneden. En we gaan ons Pokémon-avontuur starten. Onze vader is de gymleader bij Gym 5. Het zou super ironisch zijn natuurlijk als we zeg maar de game vastlopen omdat onze vader ons kaart afmaakt. Laten we hopen dat dat niet het geval is. Volgens mij kunnen we nog niet naar de professor, want dan moeten we zeg maar hier langs. En dat jongetje gaat ons kaart tegenhouden. Want we moeten dus eerst hier zo praten volgens mij. Oh my god. Welkom in mijn kamer op middernacht. Wat doe je hier? Je bent een nieuwe buurjongen en je zit nu al in mijn huis. You're a fucking creep. Oké, wij gaan naar buiten. En volgens mij mogen we dus nu wel naar dat grasveldje. Waar ik al eerder over vertelde. En nu gaan we ook daadwerkelijk onze eerste Pokémon fixen. Kijk, want de jongetje is nu in één keer omgedraaid en zegt hij... Ik hoorde mensen om hulp roepen. Dus daar gaan we dan. Ik heb geen dobbelsteen hier, hè? Of wel? Heb ik wel een dobbelsteen hier? Ik heb geen dobbelsteen hier. Uiteraard heeft Kevin geen dobbelsteen. Heb je een dobbelsteen app of niet? Geef mij die dobbelsteen app, jongens. Geef mij de dobbelsteen app. Is toch fantastisch dit, jongens? Dan doen we gooien. En dan is het 2. Dan doen we gooien. Dan is het 1. Dan doen we gooien. En dan is het 6. Jongens, dit is een fantastische app. Daar gaan we dan. Die man wordt kaart achterna gezeten door een schattig hondje. Het is verschrikkelijk. Deze man is helemaal in paniek, want dit hondje is heel erg boos. Wij gaan in deze tas een pokebal pakken. Maar wie
Maar wie of wie gaan wij kiezen, dames en heren? Wordt het Trico de gras-Pokémon, Torchic de vuur-Pokémon of Mudkip de water-Pokémon? Ik ben zeer benieuwd. We gaan namelijk gooien met de dobbelsteen. Ik zal kijken of ik het op beeld kan laten zien. En we gaan gooien. En het is 5! Dat betekent dat we Mudkip krijgen. Want het is 1, 2 Trico, 3, 4 Torchic, 5, 6 Mudkip. Wij gaan voor Mudkip, dames en heren. Here we go. Oké, here we go. Fight and dance with the devil. Here we go. We gaan Puchenia, Puchiana. De naam is nog steeds een drama voor mij. Puchiana is het volgens mij. Gaan wij verslaan. Een voordeel in deze game trouwens. Wij gaan zo meteen natuurlijk de eerste Pokémon vangen die we op deze route gaan tegenkomen. En als wij sneaken, dan kun je dus een sterkere Pokémon tegenkomen. Volgens mij is dat het ding, zeg maar hier. Dus dat is een voordeel voor ons. Deze man is weer helemaal blij dat we een hondje hebben afgemaakt voor hem. Hij is een beetje een vage kerel. Maar hij gaat ons nu meenemen naar het lab. En daar krijgen we dus de Mudkip. En die moeten we een naam gaan geven. Ik denk dat de volgende namen van de Pokémon's die we in de serie gaan tegenkomen, dat ik die door jullie laat bepalen in de reacties. Laat haar leuke namen achter voor toekomstige Pokémon. En de eerste moet ik dus zelf gaan bedenken. En dit wordt toch wel onze trouw en toeverlaat. Deze moet ons toch wel door de serie gaan carryen, deze Mudkip. Dus dit moet een krachtige naam zijn. Iemand die het tot het einde weet vol te houden. Een power vrouw. Dat is een vrouwtje. Een power vrouw. Weet je wat? Laten we een keer aardig zijn. Laten we gewoon een keertje lief zijn en Carré noemen. Niet echt een power vrouw natuurlijk, maar we moeten iets... Ik heb trouwens snoepjes, jongens. Dit is fucking verslavend. Dit is watermeloen snoep. Het is niet normaal. Het is non-spon dit trouwens. Maar dit is waar ik al verslaafd aan ben een tijdje. En dit is gewoon fucking lekker. Dus neem het mee. Kun je in je zak steken. En doe ermee wat je wil met deze informatie. We gaan op pad. De regel geldt dus pas wanneer je pokeballs hebt, hè. Als ik nu hier een Pokémon tegenkom, dan geldt het niet. Want dat zou heel oneerlijk zijn. Dat we gelijk geen Pokémon's kunnen vangen. Dus nu, het zou betekenen als we Pokéballs bij hadden, zou dit onze eerste Pokémon worden. Een Wurmple. Jazeker. Carré, laat ze eens heel even een poepje ruiken. Dat ik dat ooit zou zeggen. Carré, laat eens even een poepje ruiken. Kijk, Wurmples zijn niet zo enorm goed. Tackle die Wurmple de verdoemenis in, alstublieft. Oké. De String Shot heeft ons een beetje vertraagd, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan het wel overleven. Leveltje 6, lekker bezig. Carré is leveltje 6. Leert Carré ook gelijk wat? Nee, absoluut niet. Maakt niet uit. Ik weet namelijk wat er gaat komen. Wij gaan zo meteen... Heeft deze jongen wat te melden of niet? Ga naar het Pokémon Center. Ja, is goed. Dat doen we straks. Wat we namelijk gaan tegenkomen is zo meteen helemaal bovenaan dat meisje. En die heeft dus onze rivaal Pokémon, de gras Pokémon, van level 5, 6. En dat is natuurlijk gelijk al tricky. Als wij Watergun hebben, zal die Pokémon ook Absorb of Leech Life hebben. En dat willen we niet op deze Mudkip. We willen niet aflevering 1 al gestorven zijn. Dus we gaan onze Mudkip een beetje sterker maken, zodat we hem kunnen doodtackelen. En we de eerste aflevering in ieder geval overleven. En ik wil ook wel een eerste Pokémon vangen deze aflevering. Dat zou toch wel fijn zijn. Kijk eens, daar zijn we in Aldale. Deze meneer, gaat hij ons Pokéballs geven al? Nee toch? Daar is de Pokémarkt. Ja, dankjewel. Daar kun je allemaal spullen kopen. Dat weet ik. En we hebben potions gekregen, Ivar. Potions. Leer dat woord. En we krijgen nog geen Pokéballs. Nee, dat niet. Dit is het Pokécenter. Dat weet ik. Dat weet ik. Laat me gaan. Have a great journey. Dankjewel. We gaan nog heel even trainen. Tot een leveltje 8, denk ik. Dus dat ga ik even doen. Tot zo. Goed, dames en heren. Onze Mudkip is weer leveltje 8. Ik bedoel Mudkip. We moeten het bijna naam noemen. Carré is level 8. Wij gaan nu heel even naar het Pokécenter. Het is mijn verjaardag. Of wat is er aan de hand? Hey!
Happy birthday! Het is altijd mijn verjaardag, heb ik het idee. It's your special day. Dankjewel. Het is trouwens niet mijn verjaardag, jongens. Ik weet niet waarom dit altijd gebeurt. Zo, here we go. Daar is die, onze Pokémon. Onze Carré. En we gaan nu onze rivaal verslaan. Dit wordt de spannendste battle van deze aflevering, dames en heren. Want dit wordt de meest pittige Pokémon. En hierna krijgen we Pokéballs. En dit is een andere route. Dus dat betekent dat we deze aflevering 2 Pokémon kunnen vangen. En dat is toch wel even heel erg episch. Here we go. Hallo? Carré, you can do this. You can do this. It's only level 5. Tackle. Oh jee, hij is nog sneller ook. Oh my god. Oké. Dit gaat helemaal... Twee tackles, dit gaat helemaal goed komen. Onze Carré is overpowered as fuck. Dit is niet normaal. Hey, later bitch. Later. Geef ons die pokeballs, zodat we aan de slag kunnen. Oh, we worden geheeld. Dankjewel. Dankjewel, May. En geeft zij ons pokeballs of niet? Volgens mij niet. Nee, we moeten terug naar het lab, overduidelijk. Dus dat gaan we dan ook maar even doen. Let's go back to the lab. Professor Birch is echt een grote man. Dit is echt niet normaal. We got our Pokédex. Onze Pokéballs. Jongens, de Nuzlocke is officieel geopend. We hebben onze Pokédex en onze Pokéballs. We gaan een Pokémon vangen. 2 zelfs. En dan zijn we los. Dan is het de volgende aflevering aan jullie voor namen. En dan gaan wij op pad. Kevin, wait. Wat is er? Oh, onze moeder. Ga je er nou zomaar vandoor zonder doei te zeggen? Hè? Nou, here we go. Mam, laat me gaan. Alsjeblieft. Farewell, son. Here we go. Jongens. Jongens, laat me nou even met rust. De Pokénav is updated. Oh, dankjewel. Bedankt. Zie je, als je heel langzaam loopt, dan kan je dus sneaken naar een Pokémon toe. Maar goed, dat is hier dus nog niet. Al had ik dat graag gewild. Maar misschien als we dit bosje doorkomen... Ah! Oh nee, oké, eerst Pokémon. Dit wordt hem. Nee! Een Wurmple! Nee! Ik wil geen Wurmple. Oh, level 2 Wurmple. Oh my god. Oké, als je... Overleef de tackle, alsjeblieft. Overleef de tackle. Nee! Oh... Oké, jongens, dit betekent geen Pokémon op route 1. Het is heel vervelend. Ik had het liefst, zeg maar, deze Pokémon gevangen. Die May nu laat zien. Met de sticky tail dat je moet sneaken. Helaas moesten we een Wurmple tegenkomen. Want nu zijn we deze Poochyena officieel kwijt. Een level 5 Poochyena. Oh my fucking god. Ja, dit is jammer. Oké, Water Gun. Sterf. 7 doden. Wat doet hij? Fire Fang! Kijk, dit bedoel ik. Wat hadden we met de Wurmple gemoeten als je ook deze Pokémon kan hebben? Oh my god. Oké, we zijn in ieder geval level 9. Dat is chill, denk ik. Als we deze hebben verslagen. Want deze mogen we dus niet vangen. Here we go. Leveltje 9. Leren we nog wat? Mudslap. Helemaal fijn. Dankjewel. Oké, en dan gaan we maar snel naar route 103. Want daar kunnen we in ieder geval een Pokémon vangen. En ja, dat is dan ook de enige deze aflevering. Here we go. Is hier ook iemand met een staartje? Of niet? Zijn hier nog staartjes? Wiggle wiggle? Wiggle wiggle in het gras? Nee? Jongens. Geef mij een bijzondere Pokémon, please. Geef mij... Gun mij een goede Pokémon. Oké, we gaan in het achterste veldje. Ik weet niet. Om de een of andere manier voelt dat alsof daar de beste Pokémon zitten. Deze moeten we vangen. Als hij level 2 is, dan gooi ik wel gewoon pokeballs. Zonder hem te verzwakken, want blijkbaar redden we dat niet. Maar please, please, gun mij. Gun mij een goede Pokémon. Zigzagoon. Oh, yes. Niet zo yes. Het is wederom een vrouwtje. Gaan we tackelen. Level 3. Gaat hij het aankunnen? Als ik hem doodmaak, hebben we gewoon geen Pokémon. In deze eerste aflevering. Maar ik moet het toch proberen. Zigzagoon, overleef dit. Please, overleef dit. Hij overleeft het. Oké, okay, dat is een goed teken. Dan gaan we deze Zigzagoon vangen, dames en heren. Op naar de tas. Op naar de Pokéballs. En we hebben 10 Pokéballs, chill. Here we go.
Yeah! Onze eerste Pokémon, dames en heren, Zigzagoon, die ga ik ook een naampje geven. Maar drop natuurlijk die naampjes in de comments voor de volgende aflevering. Want er gaan alleen maar meer Pokémon bijkomen, dames en heren. Here we go. Zigzagoon. Nickname Zigzagoon. Jazeker. En hoe gaan we deze noemen? Dit is natuurlijk ook een vrouwtje. Zo, we noemen haar Ziggy. Karee en Ziggy. Let's go. Met hun gaan we natuurlijk wel even naar het Pokécenter, want Ziggy is ook zo goed als dood. En die moeten we dus nu voorzichtig gaan trainen. Ik denk dat ik die even naar level 5 ga trainen voordat ik de tweede aflevering ga starten. Zodat die leveltje 5, leveltje 6 is en onze Karee leveltje 9. En dan gaan wij op naar de trainers in de route hiernaast, waar ook nog een boel Pokémon te vinden zijn. Dus kun jij ook niet wachten om dat te zien. En heb jij al een aantal creatieve namen in de comments gedropt? Laat het dan heel eventjes weten. Doe het blauw duimpje omhoog als je ook blij bent dat Pokémon terug is. En we gaan er een feestje van maken. En we gaan kijken hoe ver we komen. Laten we proberen zo ver mogelijk te komen. De Pokémon League zou toch wel episch zijn als we dat weten te halen. Mensen, hopelijk tot de volgende aflevering. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.